vandaag, ja, gaan we kasten maken rondom de kachel. En het idee is dus dat hier helemaal hout zo komt te liggen. Dat lijkt ons wel echt heel cool. Dus we hebben gipsplaten staan. En die hebben we aan elkaar gezet. Een paar pinnen in hier. Stookhout. Ja. Wat zei ik dan? Hout. Oh, sorry. Ja, het is niet gewoon hout. Het is stookhout. Sorry, Maarten. En dan komt hier ook een kast. Tot ongeveer deze hoogte van de open haard, zeg maar. En dan een paar planken. Ik zal het wel laten zien als het af is. Het is natuurlijk wat makkelijker dan dat ik het gewoon uitleg. Maar we zijn lekker bezig. Hè, moeders? Ja, we zijn lekker bezig. Zitten weer lekker onder de alles. Maar ja, dat hoort erbij. Oké, het is een nieuw day. En we gaan weer verder. Dus gisteren hebben we die kant gedaan. Daar komt dus al het hout. Nu gaan we aan deze kant. Deze gipsblok is trouwens echt geweldig. Klusadvies van Merel. Het staat nergens op. Maar als je ooit iets gaat klussen, doe dat dan met dit. Want het is echt geniaal. Je zaagt het gewoon af. En dan kun je er dus een hele kast mee maken of wat dan ook. Dadelijk gaat er een laagje stuk overheen. En je verft het wit. En het staat er gewoon. So that's great. Even filmen. Want kijk nou eens even wat wij hebben gemaakt. Maar het is even nog wat puntjes op die aanzetten. En we hebben een heel mooi kastje gemaakt. En hier hadden we dus, daar komt de houtopslag helemaal naar boven. Maar het kastje is klaar. En dan komen er hierboven nog wat planken. Super nice! Yay! Yay! En mama heeft de hele boogwit gemaakt. Bijna. Bijna de hele. Het is bijna klaar. Het is feest vandaag, want Maarten is jarig. Cutie pies staan buiten. Even mooi naar de dingetje kijken. Je moet wel even zien. Het is echt prachtig met die wolken weer, hè? Nee. Ik heb het nooit zo gedaan. Echt mooi, hè? Weer. Echt mooi, dit. Maarten, hoe is je ochtend als netjarige? Ik voel me helemaal jarig. Ja? Hoe oud word je? Dat weet ik niet meer. Detail. Ja. Stond op de taart. Oh. Zijn we op het airport, want mama gaat weer eens naar Nederland. Hier was heel wakker. Ik heb net even nog lekker geslapen in de auto, want ik vind het echt ondoenlijk. Maar goed, het is hier wel hier lekker zonnig en licht. En ik ga zo even naar de Starbucks, dus dan overleef ik het al. Maar ja, we zijn weer op ons tweede thuis. Een soort van elke keer weer hier. En moeder? Ja, zoiets. Ja. We zijn hier wel heel vaak. Ja, we zijn hier wel heel vaak. Ja. Maar het is wel leuk om iedereen af te zetten en op te halen. Dus blij kijken. Doei! Doei! Dat gaat. Niemand. Dag lieverd. Goeie reis. Goeie reis. Nee, dat ben ik. Jullie veel plezier in Malaga. Dank je. Update. Nou ja, in ieder geval, ik weet niet of ik al kan laten zien dat dit af was, maar ja, dit is helemaal af. Echt heel cool geworden. Het hebben dus woonkamer ook weer een beetje schoongemaakt. Ja, nu ligt alles weer overal hoor. En we hebben alvast de keukenlades allemaal ingericht. Oh, dan trek ik mijn eigen tape en zo los. Nou ja, goed. Alles ingericht. Met alle spulletjes en dingetjes. Dat is helemaal fijn dat dat allemaal ook uit de
buitenkeuken weg is. En straks gaan we tegelen. Dus dan gaan we hier zo mijn tegelrandje maken helemaal. Maarten legt ondertussen de laatste hand aan het gasfornuis, wat elke keer maar niet wil. Bijna klaar. Bijna klaar. Hij heeft besloten dat hij geen loodgieter wil worden ook. Maar ja, ik ben dus even alles aan het afdekken met dit geweldige systeem. Al zeg ik het zelf. En dan gaan we zo tegels erop doen. En is klaar. Woe. Zo, dat is laag 1. Jullie zijn wel echt wel heel blij. Nu kunnen we er alles op doen. Nou, we kunnen in ieder geval spetteren. Ja, we kunnen spetteren ook. Alles. Yay. Nou, ik ben een... Ja, komt goed. Ik ben een weekendje naar Malaga geweest. Gezellig met Amber. We hebben salsa gedanst. We hebben gebachataat. We hebben lekker wat gedronken en gedaan. En zo. Het was echt superleuk. En Maarten is ondertussen verder gegaan. In de keuken. Met de muur. Het is echt heel mooi. Ik ga het even de kamer omdraaien. Maestro, wilt u er wat over zeggen? Het was een ontzettend veel werk. Netjes uitgestrukt. Maar het is wel echt mooi hoor. Moet je kijken joh. Mooi patroontje. Dat moet nog even. Ja, maar dat is het makkelijke stukje. Dat is het makkelijke stukje. Oh nee, er zit geen stopcontact. Ja, want ook onder stopcontact zit helemaal mooi zo. En hier komt dan natuurlijk nog voeging. Hoe heet dat? Ja. Voeging? Voegsel. Tussen. Dus dat komt helemaal goed. Dat is wel mooi, hè? Ja, het is wel mooi. Maar het is wel heel veel werk voor jou. Dat snap ik. Het was jouw keuze om dit zo te doen. Ja, je hebt het gedaan. Nou, dat was dus perfect. Always, zou ik bijna willen zeggen. Maar ik moet wel toegeven dat als je dit een beetje regelmatig doet, naar een bouwmarkt gaan, dat je steeds wat beter weet wat alles is en waar het voor is. En het is toch wel handig om een beetje te weten, nou, bijvoorbeeld wat een slijpschijf is. Disco de piedra. Precies. Nou ja, dat is goed voor je Spaans ook nog eens een keer, maar... Ook gewoon voor mijn algemene kennis. Ik weet eigenlijk niet of ik dit wel eens heb laten zien, maar wij doen dus de meeste dingen, zoals boodschappen of wat dan ook, mensen ophalen. Dat doen we allemaal met deze auto. En vervolgens gooien we alles terug over naar de Hilux. Ik heb niet echt een goed beeld wat ik nu aan het filmen ben, maar... Gooien we alles terug over naar de Hilux. Dat is die. Witte. En dan rijden we daarmee naar boven. Zo noemen wij het maar even hier. Ja, het vlonder is dus ingestort. En ja, wat moet ik erover zeggen? Ik had wel even een mental breakdown de afgelopen paar uur. Maar we hebben de tent zo goed mogelijk gered. Dus we hebben de doeken er allemaal uitgehaald. Zodat in ieder geval niet als er nog een nieuwe windvlag komt... Dat, ja, dat die scheuren of zo, want dat zou natuurlijk al helemaal verschrikkelijk zijn. Het gaat nu echt alleen nog maar om de vlonder. Dus ja, dat die kapot is, ja, is ook heel kut. Maar ja, goed, beter dan de tent. Dus dat hebben we eruit gehaald. Die tentdoeken liggen nu allemaal boven. En ja, nu gaan we eerst even mentaal bijkomen. En dan gaan we wel weer bedenken hoe we dit gaan fixen. Ja, het is niet erg leuk. Natuurlijk, als iets waar je zo lang aan hebt gewerkt in elkaar stort. Maar ja, aan de andere kant, er is ook niks aan te doen. En gelukkig lag ik er niet in, of stonden de spullen er nog niet in, of was nog niet de hele binnenkant klaar, of wat dan ook. Dus
ja, we zijn ergens ook wel blij. Blij dat het nu gebeurt. En op deze manier. Nou, ik ga wel even de keuken laten zien. Want daar gaat het heel goed mee. Ik was eigenlijk van plan om die nou vandaag helemaal mooi te maken en in te richten. Maar ja, toen gingen we dus even bij de tent kijken. En toen, ja, toen lag die om. Maar goed, alle tegels zijn gemaakt en gevoegd. Ik vind het echt zo mooi en zo'n mooi patroontje. Ik ben er helemaal blij mee. De kastjes hangen, moeten nog even wat dingetjes in. Maar ja, we gaan nog maar even door nu. Want ja, we hebben wat tijd verloren. Wat ben jij nou aan het doen? Oh, je gaat dit kitten. Ja, ik wilde bij die tent wilde ik isolatie halen, maar die is weggewaaid. Ze hebben al onze spullen weggewaaid. Weet, kijk, de was staat ook binnen te drogen, want niks kan meer buiten staan. Dus ja, leven met de natuur begint echt steeds leuker te worden, laat ik het zo zeggen. Maar ja, wel real life.